Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe video. En vandaag even een keer wat anders dan Fortnite. Vind je dat al leuk? Vind je dat al goede content? Like naar deze video met 3.000 of 4.000 likes. Gaan we dit gewoon in deel 2 doen? We zijn hier niet alleen. We zijn hier vandaag samen met. Reinier, dames en heren. Jawel. Die kennen we wel. Oké dan. Ik herken hem even niet. Ik ken hem dan natuurlijk nou niet. Abonneer even op Reinier, dames en heren. Link staat in de beschrijving. Er is een PowerPoint gemaakt. Dus Reinier en ik weten van nul. En dat is het leuke aan deze video. Ja, Reinier, ben je ready? Ik ben ready. Ik ben benieuwd wat voor mooie dames we gaan doen. Reinier is ready. Het idee, het concept van deze video is het volgende. We gaan het zien. We gaan door naar de eerste drie. Ja, ik ben zo benieuwd welke eerste drie mooie vrouwen erop staan. Ready? Ik ben sowieso ready, bro. 100% okay. Ik ben ready. Ben jij ready? Dan gaan we. De eerste drie worden... Oeh. Okay. We hebben hier aan de linkerkant Sophie Wilsing. In het midden Monica Geuze. En aan de rechterkant hebben we Anna Nouchen. Ik weet het. Jij mag deze beginnen. Okay. Ik moet nadenken. Ga even beginnen met wie zou jij trouwen? Wie zou ik trouwen? Anna Nouchen. Zou Anna Nouchen... Ja, oké. Okay. Anoushi zou trouwen. Trouwen, ja. Ik zou Monica Geuze knallen. Of, dan zou ik even een beschuitje mee willen eten. Ja. En Sophie Mills, ik zou killen, man. Ik zou... Dus jou Sophie Mills, ik zou even vermoorden. Ja. Ik ga Sophie Mills ook vermoorden, maar ik ga met... Lastig, ja, ja. Ja, ik ga Monica ga ik trouwen en Anoushi ga ik gewoon even weepen één keer. Dat gaan we doen. Oké. We gaan door naar nummertje 2. Oeh! Ik wist gewoon dat deze zou komen. Ik weet hem al. Zal ik beginnen nu? Begin jij maar. Ik zou Yara Anna vermoorden. Sorry, je bent 16. Is ze 17? Ja, ze is volgens mij. Oh, wacht. Daar gaat het misschien even anders. Ze is 17. Wacht, dit was gisterjarig. Wacht, nee, dan gaat het even iets anders. Ik zou Hiltje Tieleman 100.000% trouwen. 100.000%. Ik fout je keihard. Ja, die gaan we 100% trouwen. Ik fout je keihard. Dan zou ik toch. Kijk, ik zeg je eerlijk, Lisara is gewoon goeie. Wie zou ik dan doen? En wie zou ik killen? Yara of Lies? Kijk, ik ben 18 en Yara is nu 17. Dus ik zou Yara nu gewoon knallen en Lisara zou killen. Dus Jultje trouwen, Yara wiepen en Lisara zou ik wegdoen. Jemig, kijk die ketsers. Jemig. Ja, ik weet het. Dat is toch niet normaal, man? Ik vind dat haar van haar, ik weet niet, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik vind haar echt een uitstraling hebben, man. Ik niet, maar ik vind Yara ook zo... Ja, maar ik mag het nu zeggen, ze is 17. Mag. Ik mag het... Hey, ho, jij bent... Bro, ik ben 19. Je mag het nu zeggen. Jij mag het nu zeggen. Tuurlijk. 16, ja. 16 had ik sowieso gekild, maar... 6, 17, dus... Ik zou haar doen. Ik ga toch helaas killen. Ik zou Yara gewoon bonken. Oké. Okay. We gaan door naar nummertje 3. Yes. Oh, 100%. Oké, ik begin. Oké, Corina Kop, mijn ultieme droomvrouw. Of ultiem, wil ik niet zeggen. Maar daar ga ik 100% mee trouwen met Corina Kop. En die Sommeré, die vind ik ook wel wat hebben, man. Ik weet niet. Ik weet het, ik twijfel. Ik val eerder op blond, maar ja, dat is mijn. Ja, ik ook. Maar die Sommeré, die heeft ook een hele. Zeg het maar, wat is jouw uiteindelijke beslissing? Je gaat Corina ga je trouwen? 100%. Corina Wie ga jij bonken? Ik moet Katie even. Katie ligt daar weer heel erg sexy, hè? Drop. Ik ga één keer. Die Sommeré, puur die achternaam Re, de eerste drie letters van mijn naam. Dan ga ik voor Sommeré gaan knallen en Katie gaan killen. Oké. Want ik twijfel gewoon heel erg. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ga een hele andere doen, denk ik. Ik ga een hele andere doen. Ik wil denken wat jij denkt. Wat jij denkt dat ik ga denken. Nou, jij gaat Katie trouwen. Ja? Jij gaat Corina knallen en Sommeré ga je killen. Ja. Ik ga Katie ga ik trouwen. Jemig, dat kun je toch even voelen. Corina ga ik inderdaad knallen. En dan gaat Sommeré gaat er helaas af. En die gaan we gewoon even shanken. Helaas, door! Kim Holland zou dit ik absoluut kan echt niet. Kim Holland zou ik zo hard gewoon killen. Gewoon, dan heb je gewoon een gilf, hè? Dan heb je een gilf. Oké, maar we killen sowieso allebei Kim Holland. Dat is gewoon één ding wat zeker is. Kim Holland gaan we killen. En Lana zou ik trouwen. Ja, die gaat ook 100% trouwen. Ja, dat is Oké. Dus deze was heel makkelijk. Kim, weg. Deze Lana Rhodes, sowieso trouwen. En dan gaan we Mia Khalifa gaan we gewoon de groeten. Oh nee, die gaan we sowieso bonken. Nee, die gaan we even nakijken. Ja, heel goed. Door naar nummertje 5. 6 vind ik veel. Dus Vanetta Meijer, die kan ik niet uitspreken. En Fabiola Volkers. Oh. Laetitia Nouahidi. Ja, Nouahidi. Mijn volk gaat altijd blond of zo, man. Ik weet niet. Maar ik kill Fabiola omdat ik haar zo fucking goor vind. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat die middelste gewoon trouwmateriaal is. Ja, dat voel ik gewoon. Ook, ja, ik voel het. Zij is heel. Zij is heel ik spontaan. Ik voel dat ze heel zorgzaam en lief is. Ik weet niet. Ja. Oké, klopt. Fabiola, killen. We zijn beide. Ja, oké. Okay. Deze gaan we sowieso bij. Ja. Dus dan middelste Latita. Middelste trouwen. Gaan we trouwen. En dan Zwanetta Meijer, dan die gaan we gewoon één keer bonken. Volgende, Limurs, Jasmine Pierarts en Esmeema.
Ipema. Ja, yes, Ipema. Oké, okay, ik zou die Esmee kwijt en keihard gewoon killen. Ik weet niet waarom. Het zal een hele lieve meid zijn, alleen ik vind haar echt vies. En kan je even goed een flesje cola uit de supermarkt halen, want dat is evenveel plastic. Begin jij maar. Ik heb. Ja, ik zeg je eerlijk. Als ik kijk naar deze drie, zou ik die limeurs even een hele lekkere nacht. Zou ik haar gewoon even bonken. En die jasmine ziet er echt uit als trouwmateriaal. Ik weet niet, maar limeurs, jongen, die kijkt me aan, jongens. Van, oké, jij bent niet trouw met me. Ja? Dus en jasmine is agressief, jongen. Heb je die ex on the beach gezien? Ja, dat klopt. En maar alles wat los en vast zit. Oké, jij gaat eerst. Oké, dan zou ik eerst mee. Gaan we dus op, ga ik killen. Ik ga limeurs, ga ik gewoon even één keer even drop. En jasmine zou ik dan, toch wel trouwen. Ik ga Esmee killen, dan ga ik met je eens. Dan ga ik limeurs trouwen. En dan ga ik die Jasmine even een nachtje meenemen. Oké. We gaan door naar de next one. Addison Rae. Waarom wist ik ook dat Addison Rae hier in zou komen? En Dixie en Charlie. Charlie, wacht. Hoe oud is Charlie? Die was ook onder 18 volgens mij. Echt? Ja. Voor mij 16. Oh mijn god, ze is 16. Ze is 16. Ja, ik ga Dixie doen, Addison Rae trouwen. En Charlie moet ik wel killen. Ze is 16. Je kan Dixie in de Dixie doen. Ja. Yeah. Nee, maar kijk, als ze 17 of 18 zou zijn, zou ik denk ik Charlie doen, Dixie killen en dan RSR trouwen. Ja, daar stem ik mee. Stem ik 100% mee. Ik ga 100% RSR trouwen. Oké, we gaan door naar de next. Oh my days, dit kan echt niet. Chantal Fontijn, de konalletjes en Louise. Oh my days, wacht. Wie gaat eerst? Kijk, steenpapier schaar wie eerst gaat, ja? Oké, doe maar. Steenpapier schaar. Wat heb jij? Ik heb steen. Ik heb schaar. Jij mag eerst. De vlies moet eerst, toch? Ja, vlies moet eerst. Jij mag eerst. Oké, Louise. Ik zou ze altijd niet doen. Ja, ik weet het. Ja, Louise zou ik... Louise... Oké, ik zou Louise trouwen. Omdat ik haar niet eens een hele gekke meid vind. Jare Konal, dat meisje met het blikje Red Bull. Die zou ik knallen. En ik zou Chantal, het spijt me schat. Je lacht heel spontaan, maar ik zou je gewoon killen. Nou, Renier. Wat is er? Hoe oud is Jare? Dat wil ik dus opzoeken. Kut. Ze is 15! Nee! Oh mijn god! Maar dit kan echt niet! Het is klaar. FBI, help me dan! Kut. Dit kan echt niet! Bro, ze is 15! Nee, maar dit kan echt niet! Jij bent bijna 19, hè? Shit. Nee, oké. God. Als je dit hebt gekeken, dan betekent dat je hele video uitkijkt. Typ dan even de hartje Reinier in de comments. Doe dat. Als je dit video tot hier hebt gekeken, doe alvast een de hartje Reinier in de comments, jongens. Maar in principe was ik nu op basis van kennis. Ik wist dat de gewoon jonger was. Dus daarom, ik ging nog geen uitspraak. Ik ging even snel opzoeken. Ik wist dat ze jonger was. Oké, maar dan zou ik zou Louise inderdaad trouwen. Ik zou dan Chantal zou gewoon even knallen. En dan zou ik de gewoon killen. Ja, maar gebaseerd als je wist dat ze 17 was, had je, net zoals ik, had je mij gevolgd. Klopt. Maar dat doe ik niet, want ik doe verstandige uitspraken. Oh, Femke Louise, hè? Hey, Anouk en Maan. Ja, Maan 100% trouwen. Fantastisch, Maan 100% trouwen. Ik 100%. Zou... Oh, Anouk killen en Femke is ook één keer wiepen voor het verhaal. Dat je kan zeggen van, één keertje gewoon. Dat is leuk. Ja, ik ga Anouk sowieso niet wiepen. Man, ze is Anouk, 650. Nee, jongens, dat is zoiets. Ja, oké. Okay, dus dan gaan we Anouk killen en dan gaan we Femke Louise gaan we gewoon even bonken. En Maan 100% trouwen. Volgende. Jolante, oké. Anneke Molenaar en Mickey. Oh, ik zou Mickey 100% trouwen. Broer, zij is mooi, jongen. Ik weet niet, die Anneke die spreekt me ook wel, maar ik zie er de helft van haar gezicht. Oké, laat ik eerst mijn mening gooien, ik weet hem al. Ik ga Mickey 100% trouwen. Oh. Anneke Molenaar, 100% trouwen. 100%. Ja? Ja, 100.000%. Oké, dat kan. Dan zou ik Mickey zo knallen en dan zou ik Jolante Kebab zou ik vermoorden. Even kijken hoor. Mickey 100% trouwen. Anneke zou ik doen en Jolante zou ik helaas bij het vuilnisstort gooien. Ja, sorry. Oké, we gaan door naar de volgende. Mag ik nou weer even... Nee! Renier, dit kan echt niet! Dit kan echt niet! We hebben aan de linkerkant hebben koningin Beatrix. In het midden hebben we koning Maxima en aan de rechter hebben we Linda de Mol. Nou, ik weet het 100% zeker. Ik zou koningin Beatrix 100% doen. Ja, waarom?
Ik ook, 100%. Ja, bro, jee, dat is niet normaal. Wat een geil ding. Nee, wat een mooie, mooie dame. Zou ik Linda de Mol trouwen? Zou ik Maxima doen? Ja, ja, broer. Maxima trouwen, man? Nee, bro, dat was ook bekend. Heb geen zin in. Koning Maxima zou ik doen. En Beatrix zou ik helaas, zou ik die gewoon een kleine mesje gooien. Maxima zou ik trouwen. Linda, die zou ik even knallen. En Beatrix zou ik killen, man. Gewoon puur. Maar als we het voor de, als we het voor de grap zouden moeten doen, dan zou ik Beatrix gewoon keihard doen. Dan zou ik Linda de Mol trouwen en Maxima gewoon... Nee, andersom. Maxima, laat me gewoon. Laat me gewoon. Bro, je kan beter geen uitspraken meer doen. Jee, dat gaat helemaal fout. We gaan door. Of is het al... Nee! Nee. Waarom? Nee! Maar dit kan echt... Dit kan... Ik dacht, ik pak ook wel een leuke foto van jou, maar kijk die van mij, man. Jemig. Goedemorgen. Jordi Storm, Reinier, Jochem. Ah, ik zou mezelf gewoon keihard doen. Ja, ik zou mezelf wel keihard doen. Ik zou Jochem 100% trouwen. En ik zou Reinier tandhard killen. Ik wist het gewoon, hè. Nee, dan zou ik even kijken. Je mag jezelf niet doen. Oké, dan zou ik mezelf dus killen, sowieso. Ja, dan zou ik mezelf killen. Dan, Dan zou ik, Ja, ik ga Voske dan, Oh, meneer, dat is niet echt. Nee, ik ga het zelf gewoon doen. Ik ga wel. Ik weet het niet. Ik zou Voske, die kijkt echt of hij zaad in zijn ogen wil. Dus dan zou ik Voske doen. Wat hoor ik? En dan ga ik Jordi trouwen. Want Jordi, ja, ik weet niet. Oké, dan ga ik mezelf ook killen. Voske kijkt echt zielig alsof hij een depressief moment heeft. Oh, dus tegenovergestelde wat ik zei. Alsof hij moet lachen, zeg maar, voor de camera. Terwijl hij echt gewoon echt in een hele, hele negatieve bui zit. Dus ik zou Jochem voor de vrolijkheid, zou ik hem gewoon voor één jaartje vertrouwen. En daarna weg, zodat hij even vrolijker wordt. En dan zou ik Reinier even doen. Heerlijk, lekker. Dit kan echt. En dit is die end. Ik wil sowieso, als je dat hier hebt gekeken, massaal één hartje in de comments typt voor de mannen, hemzelf, Molly, Ruben en Alexi Goud. Dames en heren, wil je dit vaker zien? Like deze video. Dus als je het hier hebt gekeken, even één hartje in de comments. Zie ik jullie misschien een keer bij een deel 2. Als deze video 3.000, 4.000 likes had, dat zou top zijn. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Later. Ciao.